span het stuk in de bankschroef. Gebruik beschermstukken om het stuk niet te beschadigen. Zorg dat het stuk mooi horizontaal ingespannen is. Een tapzet bestaat steeds uit 3 verschillende tappen. Het verschil tussen deze 3 heeft te maken met hoe diep en hoe wijd ze in het materiaal snijden. Er is een tap met een streepje, één met 2 streepjes en één zonder markering. Je gebruikt altijd eerst de tap met 1 streepje, dan die met 2 en dan die zonder markering. Die zonder markering noemt men de eindtap. Om een bout van 6 mm te kunnen tappen, heb je een gaatje nodig van 5 mm. Dat gaatje is al voorgeboord. Die boordiameters vind je in een tabel. Span de eerste tap in het wringijzer, zodat de vierkante achterkant van de tap goed past. Zo zit de tap stevig in het wringijzer. Plaats de tap in het voorgeboorde gat en draai onder lichte druk 1 toer. Controleer of de tap in alle richtingen verticaal staat. Maak dan een paar draaibewegingen. Snijolie maakt het werk makkelijker en verlengt de levensduur van de tap. Steek een stuk absorberend papier in de bankschroef om de overtollige olie op te vangen. Voeg snijolie toe. Draai met een zo vloeiend mogelijke beweging de tap helemaal in het werkstuk. Daarna haal je met een tegengestelde draaibeweging de tap uit het werkstuk. Zorg dat het wringijzer niet valt wanneer het uit het werkstuk komt. Neem dan tap nummer 2 en bevestig die in het wringijzer. Plaats de tweede tap en zoek voorzichtig het begin van de schroefdraad. Voeg opnieuw snijolie toe. Draai met een vlotte beweging de tap in het werkstuk. Wanneer de tegenstand te groot wordt, kan je een halve toer terugdraaien om te voorkomen dat de tap afbreekt. Voor stukken in hard metaal of voor een grotere tap kan het nodig zijn om meer dan eens snijolie toe te voegen. Wanneer de tap helemaal in het werkstuk zit, draai je in tegengestelde richting om de tap te verwijderen. Gebruik dan de eindtap. Als de eindtap verwijderd is, probeer je of de schroef volledig in het werkstuk draait, of er geen speling op zit en of je de schroef vlot uit het werkstuk kan draaien.